Heeft ons land nog een toekomst zonder industrie? Ik denk dat niet. Een economie met diensten, dat bestaat niet. Diensten worden geleverd rond industrie. En zonder industrie kan ons land niet overleven. De beurs natuurlijk als de plaats waar je normaal gezien, waar bedrijven hun financiering vinden, dat heeft een knauw gekregen en het geloof daarin is natuurlijk voor een stuk verdwenen. Ik denk dat bedrijven hun manieren om geld te zoeken en te vinden zullen moeten diversifieren. De Belgische overheid kan natuurlijk niet zoveel doen, maar internationaal is de overheid zeer sterk in gebreken gebleven. En een vrije markt kan alleen functioneren indien er een strikte regeling is, wettelijke regeling en een strikte controle op het functioneren van de vrije markt. Er is natuurlijk veel potentieel in de groene economie, dat is vrij duidelijk, maar dat is een zaak die je dus niet van vandaag op morgen kunt organiseren. Je zult dus een langzame overgang moeten hebben van de industriële economie, de diensteneconomie, naar een verruimde groene economie. Laten we zeggen dat dat toch enkele tientallen jaren zal vragen om daar voluit van te kunnen oogsten. Ik denk dat het probleem is dat onze economie geen grote bedrijven heeft. Iedere economie heeft trekkers nodig. Bijvoorbeeld zoals de Nederlandse, waar je met Philips en Shell en andere grote bedrijven echt wereldleiders hebt. Wij hebben er maar eentje, dat is InBev eigenlijk. En dan is dat nog half verkocht aan het buitenland of gaat het quasi verdwijnen. Dus een economie kan niet groot worden als er geen bedrijven zijn die de aantrekkingspool worden die de economie trekken.